Goedemorgen. Goedemorgen. We staan hier nu voor de kazerne. Vandaag 6 oktober, zaterdag 6 oktober. Vandaag is de Waterlanddag bij ons in de regio. Waterlanddag houdt in dat we met de brandweerposten langs door de hele regio gaan. En op verschillende brandweerposten staat er een actieplaats, is er ingericht. Waarbij we verschillende opdrachten moeten doen. Voornamelijk ludiek, maar wel brandweergerelateerd. Dat gaan we vandaag doen. Dit is onze eerste en zeker niet de laatste vlog van vandaag. We gaan jullie vandaag meenemen op deze route. Dus her en der zullen jullie verschillende vlogs van ons eens langskomen. Ja, tot zo weer. Tot zo. Welkom op dit moment in de kazerne van Volendam. Onze eerste actieplaats is theorie. Ik denk dat we theorievragen gaan krijgen. En in die ruimte. We spelen samen nu tegen Oosthuizen. Eigenlijk tegen iedereen, maar nu op deze locatie spelen we tegen Oosthuizen. Dus laat even weten hoe het ging en dan zien we ons bij de volgende week. Ja, we zijn nu op de tweede actieplaats in Oosthuizen. Daar hebben we een HV-baan. We wachten nu op onze tegenstander voor deze baan. En dan nemen we jullie zo mee naar de baan zelf. Kijken wat ze bedacht hebben voor ons. Ja. Dus tot zo. Tot zo. Welkom, inmiddels aangekomen in Purmerend. Thema Purmerend is OGS, overvalgevaarlijke stoffen en verbindingen. Dus zoals het er nu naar uitzag, hebben ze twee banen uitgezet waarin we tegen een andere ploeg gaan spelen. We zijn nu het stofnummer aan het opzoeken, doorgeven. Om te kijken om wat voor stof het gaat. En kijken of het slachtoffer ook in aanraking is geweest met stof. Ja, we zijn nu in Landsmeer. Die hebben een leuke baan uitgezet met water. Ludiek met water. We gaan met kelders rijden, emmertjes vullen en dat soort dingen. Ik ga zo filmen en dan gaan we kijken hoe we het er vanaf brengen. Beetje ervoor. Onderwaar. Ik word naast Tommy! Ja, help me even. Tom ging ernaast! Wat hier de bedoeling is in Monnikendam, is dat die auto, zeg maar, omhoog komt. Dus de achterkant omhoog en hij moet op zijn neus blijven staan. Die neus ook hier, die is alweer gedraaid erop. Ga hem door, Alex. Wij zeggen stop. Komt goed niet meer aan, kun je het ook zeggen. Oké, rustig aan. Rustig aan. Heb je nog verder? Verder. Verder. Kom eens stop, zeggen we. Staat heel veel kracht op die banden, hoor. Even uit de lijn van die banden. Heel op, zoals jullie kunnen zien zijn we weer terug in de Monnikendam. Twee laatste die we gedaan hebben is Eelperdam geweest en Monnikendam. Monnikendam hadden andere collega's hadden een inzet uitgezet voor ons waarbij we een auto omhoog moesten zetten. Dat zijn filmpjes van, die kun je zien zo meteen. En die in Eelperdam was een inzet waarbij we op een skelter die moesten voortduwen met water, spuiten met water. En daar moest je parcours afleggen. Er zijn ook filmpjes van, die komen zo terug. Die komen straks terug.
We gaan ons nu zometeen voertuigen in orde gemaakt. We gaan zo weer omkijken naar de prijsuitreiking toe. Heb je die bekers er ook op? Nee. Nee. Oh, ja. Oh, trouwens wel leuk, die knippen hier tussendoor. Wacht, pak hem even. Pak ze even. Nee, we hoeven eigenlijk niet even naar de prijsuitreiking, nee. Want we hebben de bekers eigenlijk al. Als jullie afvragen hoe ze eruit zien, ze zien er zo uit. De kans dat ze uiteindelijk ook bij ons terechtkomen is niet heel groot. Maar dan weet je niet hoe ze eruit zien. En ja, voor degene die het wel gaat winnen, alvast gefeliciteerd. Ja. En wij zien jullie de volgende keer weer. Dit was onze vlog. Tot de volgende keer. Oké, doei.